Yo mensen, welkom bij een nieuwe video in de Banjo Studio en met mijn gezicht dit keer. Misschien dat je het niet verwacht had, maar ik ben terug van Amerika. Hey, welkom terug. Leuk. Dankjewel. No homo. Ik ga deze handen weer wassen. We gaan vandaag de random question tag doen. Het zijn 25 vragen. Ik en Rick gaan hem doen en ik zou zeggen, hebben we een intro? Nee, we hebben geen intro. We hebben geen intro. Dan gaan we gelijk beginnen. Hij is nieuw hier. Ik ben nieuw hier. Dit is mijn Banjo Studio maagding. Zullen we gewoon om de beurt de vraag doen? Is goed. Oké, dan begin ik met de vraag. Ze zijn wel in het Engels. Ik zal ze vertalen voor je. Nee. Okay. Engels. Ik doe het in het Engels. Jij komt uit Amerika. Jij kan dit soort dingen. Klopt, maar ik denk niet dat de helft van de kijkers verstaat wat ik bedoel. Nog even tussendoor. Ik heb moeite met Nederlands praten. Wat ik nog steeds moet overswitchen. Ja, dus als ik af en toe niet aan mijn woorden kom, het is niet mijn schuld. Okay. If I happen to not out of my words, if come, I not, it's not come my out fault. Of my words, it's not my fault. Okay, de eerste vraag is in het Nederlands: slaap je met je kast open of slaap je met je kast dicht? En dan heb ik over de deuren. De deur? De deur van je kast. En dan bedoel ik niet de. En mijn kast staat niet op mijn kamer. Ik bedoel de letterlijke kast, hè? De kast staat niet in mijn kamer, die moet altijd. Die gaan zo mijn moeder boos. Ja, ze riep de kast dicht! Dus ja, dicht. Dicht, oké. Okay. Nou ja. Oké, mag ik een vraag voor jou? Ja, vraag 2. Neem je de shampoos en de conditioner mee van het hotel? Dus dat van de shampoo en conditioner. Ik gebruik nooit conditioner, dat is als allereerste. En meestal maak ik hem op, weet je wel. Eerst zit ik eens gedouchen en dan pak ik een kleine flesje en dan. Ja, ik ben ook best wel gul met de conditioner. Ja. Dan smeer ik het in mijn korte haar. Oké, nou, vraag voor mij. Vraag voor jou. Dit is wel leuk. Oké. Slaap je met je bed in het bed of trek je hem zo eruit? Weet je wat ik bedoel? Met je dekens. Ja, die liggen er altijd uit. Ik heb een tweepersoonsbed, zeg één grote ding. Maar de rechterhelft van mijn bed waar dan je vriendin ligt, als je die hebt, ligt allemaal kleren. Ligt allemaal kleren en controllers, kabels, games. Het gaat tafel. Ik heb mijn bed gewoon helemaal clean. Nee, ze liggen eruit. Oké. Als ik vroeger bij mijn ouders ging slapen, dan wilde ik altijd inderdaad. Die had ik altijd in het bed zitten. En dan eerst wat ik deed was mijn voeten omhoog gooien, dat ding eruit trekken en zeggen van zo. Ja, dat doe ik ook altijd. Ja, als het maar bed. Heb je ooit een straatbord gestolen? Straatbord? Nee. Maar ik heb wel uit New York een straatbord meegenomen. Heb je gekocht? Ja, gekocht. Mezelf te forget about it op. Komt als het goed is hier ooit een keer te staan, maar ik ben het vergeten. Vraag, sorry. Wat zijn we? Waar zijn we? Vijf, denk ik. Vind je het leuk om post-it notes te gebruiken? Ik gebruik nooit post-it notes, maar ik denk dat ik het wat leuk vind, ja. Ja, we hadden dus gisteren op de koelkast voor het eerst 5 post-it notes, omdat mijn ouders allebei aan het werk waren met dingen die wij moesten doen. Oh, bel de huisarts als het niet goed gaat. Precies, en dat vind ik zo Amerikaans, dat hebben ze altijd die koelkast. Ja. En wat heb ik gedaan? Omdat ik toch bezig was, ik moest mijn tanden nog poetsen, moest eten, dus ik had ze gewoon op mijn borst geplakt. Ik dacht van, weet je, dan vergeet ik het niet. En ik wilde serieus, ik kreeg een pakketje dat die gast reed binnen en ik liep naar beneden en ik keek opeens, hij keek me raar aan en ik keek naar beneden dat ik even een ding met tieten. Awkward. Oké, we zijn bij 6 toch? Yes. Knip je je kortingsbonnen uit wanneer je ze gebruikt? Ik gebruik eigenlijk geen kortingsbonnen. Ik heb altijd wel van die vrienden in de middelbare school die dat voor de McDonald's hadden, ze van die dingen, weet je wel. Zo, oh joh, moet je kijken, ik heb 2 glazen hamburgers, dat we hebben gewoon. Ja, ja. Maar nee, tegenwoordig hebben we dat ook voor de mensen die vragen, wat is de samenhang? Het is de random question tag, het gaat helemaal niet random. Vraag 7. Big bear of zwem? Word je liever aangevallen door een grote beer of door een zwembijen? Een zwembijen? Oh man. Het ligt heel erg aan de situatie, denk ik. Als het water dichtbij is, dan moet je in het water gaan, dan ben je van de bijen. Als je allergisch bent voor bijen, zou ik gewoon die beer kiezen. Ik ben sowieso niet allergisch voor bijen. Ik wel. Ja? Ja, ik zou de beer. Maar chillen is, als bijen je steken, gaan ze zelf ook doodvaren. Dan breekt die allemaal af. Is dat alleen maar wesp? Ik weet sowieso dat het geldt voor wesp. Laat het onderin is toch een beetje vraag. Als die beer jou doodmaakt, eet hij je op. Ja, dat is kut. Maar als die bijen doodmaakt, zijn al die bijen dood. Als jij die beer doodmaakt, dan heb jij die beer. Dan draag je ook weer een man, jongen. Dat is wel weer in de tweede. Volgende vraag. Maar moet ik jou vragen? Ja, toch? Nu komt do you have freckles? Heb je... Jordi en ik konden ons net niet het Nederlandse woord voor freckles vinden. Sproeten. Sproeten! Sproeten! Ja, sproeten! In de zomer krijg ik ze wel. Als het echt zomers is, schattig. Wat schattig. Van die zomersproetjes, ja? Ja, dat ook wel voor mij. Als ik veel in de zon zit, krijg ik wel sproeten. Ja, maar ik zit niet in de zon. Ik zit niet in de zon. Nee, ik zit allemaal binnen, joh. Ik zit hier 3 uur. Het zweet helemaal naar tering. Oh, het is best warm hier. What the fuck? Oké, vraag 10. Ik heb geen idee wat pet peeve is. Pet peeve is een gewoonte. Is een gewoonte die je hebt. Met je huisdier? Nee, een soort van zenuwtrekje. Is pet peeve. Oh, really? Weet je dat? Oh, dat is nice, man. Oké, nou, wat is je raarste zenuwtrekje? Heb ik rare zenuwtrekjes? Ik heb best wel van die rare autistische dingetjes, denk ik wel.
Ik denk dat 90% van de tegenwoordige jeugd allemaal het zenuwtrekje hebben dat ze hun mobiel uithalen en dat ze dan kijken en dat ze eigenlijk niks hebben. Ja, dat had ik ook. Ik zat vanmorgen op de fiets en ik had nog 4% accu en ik moest hierheen, dus ik heb me uitgezet. Maar ik had nog net de neiging om tijdens de fiets mijn mobiel te pakken en om te checken, terwijl ik wist dat het ding uit was. Ja, precies. Of je weet dat je gewoon geen bericht hebt, omdat je geen vrienden hebt. En dan ga je eens nog kijken. Ja, gewoon omdat je awkward of zo, denk je, situatie breken. Ik heb ook wel pet peeves dat ik bepaalde dingen doe, ik het op een bepaalde manier organiseer en dat ik het dan fijn vind als ik het op die manier doe. Ik kan het snel niet een voorbeeld geven, maar ik heb ze wel. Oké. Jij bent de volgende. 12. 12. Heb je ooit in een bos geplast? Ja. Heb je ooit in een bos gepoept? Nee. Ik wel. Volgende vraag. Was het fijn? Het was een Ardennen, ik moest echt vet nodig. Overleven. Was het een fijne ervaring of niet? Nee, echt totaal niet. Heb je wel eens je kont afgelegd met bladeren? Nee. Ik had vroeger hadden we een vriend. Mag je hopen dat je de goede bladeren pakt? Nee, we hadden een schuur in zijn huis. En daarachter was een heel klein steegje, daar hebben we een hut gebouwd. Daar poepte en plaste ook gewoon. Waarom niet bij rond? Dat was ook een hele jaar. Rick. Jouw jeugd was één grote. En dan ging hij gewoon zitten daarna, gewoon naast de poep. Lekker. Dans je wel eens zonder dat de muziek speelt? Ik dans nooit. Ik dans altijd. Bloedserieus. Volgende vraag. We zijn ondertussen bij vraag 17, denk ik. Kauw je op je pennen en potloden? Nee. Barda volgens mij wel. Barda? Als je Barda zijn pennen ziet, dan zijn ze wel aardig. Ik kauw wel eens op potloden, maar ik doe niet heel fijn. Maar ik vind het ook niet heel vies. Ik vind het wel oké op potloden, maar pennen niet. Als je, ik denk dat het meer een tik is. Als je die tik hebt, dan is het een tik. Deze is voor jou. Hoeveel mensen heb je deze week mee geslapen, geneukt? Inclusief mezelf. Inclusief mezelf, één. Heb je vrienden niet gezien? Nee. Ja, wel gezien, op een foto op Twitter. Ja. Dat is wel een leuke foto. Of tijdens het, oké. Volgende vraag. Voor jou. Deze. Hoe groot is jouw bed? 2 persoons. Dat is geen grote. Je hebt een twijfelaar, dat is wel oké. Je hebt een twijfelaar toch? Ik heb een keer verteld. Ja. Nee, ik heb echt zo'n king size motherfucker. Ik weet niet of het een twijfelaar is. Het is niet een king size, het is zeg maar... Voor mij is een twijfelaar 1,80 en een king size 2,20. Ja, oké, dan heb ik 1,80 en een twijfelaar. Ja, oké. Nou, duidelijk. Wat is jouw liedje van de week? Echoes van The Rapture. Ken ik niet. Het is de intro van de Misfits, een serie die ik kijk momenteel. Ken ik ook niet. Luister hem, Echoes van The Rapture. Reclame. De volgende. Is het goed voor mannen om roze te dragen? Of is het... Oh, deze is wel even leuk. Want heb je nu een Farcay gezien? Farcay 4. Oh, zo verzin. Die gast heeft gewoon roze aan. Roze aan. En hij is de bad guy. Dus hij moet wel goed zijn. Maar ik vind het wel erg lijken op Farcay 3. Als je kijkt naar Faas en de nieuwe gozer. Ja, maar dat werkte gewoon heel goed. Faas werkte. Maar ik denk dat we zo wel echt de video moeten afsluiten. Dan gaan we een andere keer naar de random question. We doen even snel. Kijk je nog steeds cartoons? Ja. Oké, wat is je minst favoriete film? Minst favoriete film? Ga niet lang nadenken, zeg gewoon. Ik weet niks! Oké, volgende vraag. Waar zou je een begraven schatkist plaatsen? Een begraven als je een had. Als je een had, ja. Als ik een grafkist verplaats. In een grafkist. Oké, dat is slim. Wil je de volgende doen? Wat drink je tijdens de avondeten? Niks. Waar dip je je chicken nuggets in? Saus. Saus. En dan saus. Vraag 25. Vraag 25, de laatste. Wat is je lievelingseten? Pizza. Mijn is eigenlijk ook pizza. Ja. Dat staat dus saai. Waarom is het iets interessants? Pizza is gewoon lekker, maar pizza kan zoveel dingen zijn. Pizza baby organen. Daar kan alles op zitten. Alles. Alles. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. De eerste banger zitten met mij erin. Hoe voelt het? Heerlijk. Ik vind het helemaal lekker. Tot de volgende keer. Wij komen sowieso nog terug met meer vragen van de Random Question Tag. Want ik vind het hartstikke leuk. Heb je nou zelf een vraag? Zet hem lekker onderin. Misschien komt er wel een vraag vrijdag. Misschien komt er wel een vraag vrijdag. Vergeet geen duimpje omhoog te geven. Abonneren. En dan zien jullie de volgende keer weer. Later. Later.